Als je op zoek bent naar een e-bike, dan is Cube gewoon een heel mooi merk om ja, echt waar voor je geld te krijgen. Cube is inmiddels echt een ontzettend groot fietsmerk. En nou, naast dat ze elektrische fietsen doen die wij hebben, doen ze ook heel veel in het sportieve segment. Mountainbikes, racefietsen, ook gewone fietsen. Daar zijn ze echt ontzettend groot in. Ja, en wat Cube kenmerkt is dat ze gewoon een hele mooie afwerking hebben. En dat het een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding is. Het voordeel is dat Cube ja, in massa werkt. En daardoor kunnen ze gewoon tegen een hele scherpe prijs inkopen bij hun leveranciers. En ook gewoon die fietsen voordelig opbouwen. Ze hebben een mooie afwerking met een bagagedrager die vaak in het frame is aangesloten. Dat zijn wat unieke kenmerken van de Cube. Ja, wij verkopen alle modellen. En er zijn eigenlijk 4 basismodellen. De Kathmandu, de Supreme, Touring en de Volt. En daar onder die modellen heb je ook weer allemaal submodellen. En in de winkel hebben wij ongeveer 10 Cube fietsen staan. Dat betekent wel dat je ook allemaal combinaties kan maken. Dus zo kan je heel veel bij ons testen zonder dat we echt al die modellen in de winkel moeten hebben staan. We hebben een mooi klein pand in de Westergasfabriek, dus daar moeten we zuinig mee omgaan. Maar wat Cube ook kenmerkt is dat het toch wat sportievere fietsen zijn. Ze zien er echt wat sportiever uit. Dus ze zijn ja, hip, ook echt voor jongere mensen. Maar toch qua rijpositie is het heel comfortabel. Dus je kan gewoon ja, lekker rechtop zitten op de fiets. Je hebt wel een goede geveerde voorvork. Cube is ontzettend goed geschikt om de bergen in te gaan. De hele Kathmandu-serie heeft een derailleursysteem. Met dat derailleursysteem kan je eigenlijk alle terreinen aan. En het is dan altijd goed om te kijken van, nou, is de motor die eronder zit, is die ook geschikt voor dat terrein? Het is eigenlijk hoe hoger het model van Cube wordt, hoe krachtiger de motor. Dus dat is dan goed om uit te zoeken wat het beste bij jou past. Cube maakt gebruik van het Bosch-systeem. Ook een hele grote Duitse fabrikant, natuurlijk wel bij iedereen bekend. En Bosch heeft allemaal ja, verschillende motoren en displays. Nou, die motor die zit in de trapas verwerkt en die drijft uiteindelijk de ketting aan die ervoor zorgt dat je ondersteuning krijgt. Nou, je hebt dan allerlei verschillende ondersteuningsstanden, een eco-stand waardoor je een heel klein beetje ondersteuning krijgt of een sportstand. En hoeveel kilometer je daarmee kan afleggen is dan weer afhankelijk van de accu die daarbij zit. Nou, in Cube zie je vaak 500 wattuur, 625 wattuur of 750 wattuur. Nou, hoe groter je accu, hoe verder je kan fietsen. Maar 100 kilometer is geen enkel probleem voor een Cube. Neem je de grootste accu, zou je zelfs naar 150, 160 kilometer kunnen. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe je de fiets gebruikt, in welk terrein. Is het ja, vlak en windstil of ga je de Mont Ventoux op fietsen? Daar zit echt een heel groot verschil in. Het is heel belangrijk voor Cube om natuurlijk ook aan duurzaamheid te doen. En Cube is heel erg bezig om vooral de aanleveringsketen van onderdelen om te zorgen dat dat allemaal op een ja, verantwoordelijke en duurzame manier gemaakt wordt. En nou, in Nederland is One Way Distribution is de distributeur van Cube. En die hebben zelf ook duurzaamheid in een heel hoog vaandel staan. En zij hebben het hele pand van One Way Distribution, waar dus alle Cubes staan, is volledig recyclebaar. Je hebt gewoon voor een heel net bedrag vanaf ongeveer een 25, 2600 euro. Heb je echt een hele complete e-bike met aanmerkcomponenten, een goede accu, goed comfort. Ja, dus als je op zoek bent naar een e-bike, dan is Cube gewoon een heel mooi merk om ja, echt waar voor je geld te krijgen. Ze hebben een heel breed assortiment, dus ja, je vindt altijd wel een fiets die bij jou past.